Een van de redenen dat ik zo trots ben op Forum voor Democratie is dat wij echte oppositie zijn. En laten zien dat er ook een fundamenteel andere visie op het leven mogelijk is. En één daarvan komt vandaag tot uiting in het debat over leefstijlverbetering. Want een aantal sprekers die, en dat is natuurlijk ook de lijn van de regering, we moeten minder vlees gaan eten, moeten minder dierlijke producten gaan eten, omdat een bepaalde overtuiging zich heeft meester gemaakt van alle mensen in Nederland, dat dat slecht zou zijn. Ja, en zoals op veel punten staat Forum voor Democratie dus voor een echt een andere visie. He, als het gaat om de EU, als het gaat om het klimaatbeleid, maar ook op dit gebied. Wij geloven dat mensen juist meer vlees zouden moeten eten. Dat het juist heel goed is voor mensen om veel vlees te eten. En dus ook op dit punt hebben wij een volstrekt andere inbreng, een andere visie. En daarom mijn motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat dierlijke producten zoals vlees, melk en eieren een onmisbaar onderdeel vormen van ons dieet. Niet in de laatste plaats omdat deze producten vitamine en mineralen bevatten die niet of nauwelijks in plantaardig voedsel voorkomen, zoals vitamine B12 bijvoorbeeld. Constaterende dat zowel de producenten van dierlijke producten, onze boeren, als de consumenten van dierlijke producten, de burgers, gebukt gaan onder hoge inflatie en een financiële steun in de rug goed zouden kunnen gebruiken, verzoekt de regering de BTW op vlees in ieder geval tijdelijk te verlagen naar 0% en gaat over tot de orde van de dag. Dank u vriendelijk. Kijk, mevrouw Kuik, aan u het woord. Ja, voorzitter. Ik vraag de heer Baudet. Is er nou in dit debat, hebben we het nou gehad over voedsel en vlees? U heeft het voorbereid, maar volgens mij is dat niet aan de orde geweest. Waar we het in het debat wel over hebben gehad is als het gaat om roken ontmoedigen en drugsgebruik ontmoedigen. Hoe kijkt de heer Baudet daar naar? Het ontmoedigen van roken en het gebruik van drugs? Want dat is wat net aan de orde kwam. Ja, in mijn bijdrage bij de eerste termijn heb ik uitgebreid gesproken ook over vlees eten en het belang van de Europese traditie op dat gebied. En ik ga over mijn eigen woorden. Dus ik vind dat dit een absoluut een wezenlijk onderdeel is van de manier waarop men nu nadenkt over het leven. We moeten allemaal plastic wezens worden. En daar hoort bij dat we 3D-printen groenteburgers straks en insectenburgers moeten gaan eten, maar geen goed stuk biefstuk meer. Dus ik denk dat het essentieel is over roken en drugs. Ik denk dat de gevaren daarvan schromelijk worden overdreven, zeker van tabak. Ik vind het allemaal erg overdreven. Ik vind het ook niet bij de overheid horen om daar de hele dag mee bezig te zijn. Ik vind dat mensen dat lekker een beetje zelf moeten bepalen. En ik merk ook aan mijzelf dat ik het leuk vind, dat ik het ontzettend plezierig vind als ik in een land kom. Ik ben echt een patriot. Hè? Ik heb een dol op Nederland. Ik doe dit voor Nederland. Ik doe dit omdat ik hou van Nederland. Maar ik merk dat ik word gewoon blij als ik in een land kom waar het allemaal wat minder obsessief dicht geregeld is. Waar je gewoon een sigaretje kan opsteken in het station of ergens waar je in een café zit. Dat allemaal niet die obsessie met het leven van mensen reguleren, waar veel mensen hier in de Tweede Kamer van zijn bevangen, die komt mij de keel uit. Dat was duidelijk. Ja, afsluitend op dit punt, mevrouw Kuik. De vraag is natuurlijk gericht op jongeren. Vindt de heer Baudet het ook verstandig dat we voorkomen dat jongeren beginnen met roken? Dat jongeren beginnen met drugs? Nee. Niet als er 20.000 doden per jaar zijn aan de gevolgen van roken, dan ziet de heer Baudet niet dat daar ook een taak is voor de overheid. Nee, ja, kijk, al die cijfers, dat is ook allemaal, als je daarin duikt, dan blijkt het allemaal veel minder één op één die causaliteit aan te tonen. Ik ga daar niet in mee. Dit is een zoveelste voorbeeld van de obsessie met volksgezondheid die we natuurlijk in de coronasituatie hebben zien ontsporen tot werkelijk tyrannieke proporties, maar die eigenlijk al jarenlang aanwezig is. En waar ik me tegen verzet, het gaat in algemene zin
verbijsterend goed met de volksgezondheid. Hè? Mensen worden ouder dan ooit, mensen zijn beter ter been, mensen zijn fitter. Het gaat over het algemeen heel erg goed. Er is helemaal geen reden om nu nog meer regels te gaan maken, het leven nog meer te gaan controleren. En ik denk dat er helemaal geen probleem is als ook jonge mensen af en toe een sigaretje opsteken of een sigaartje roken of een Cubaanse longfiller. Dat getuigt van nog meer kwaliteit van leven natuurlijk. Ik zie daar geen probleem in. Helder antwoord. Meneer Heijink. Ja, voorzitter, ik ben verbaasd over het voorstel van de heer Baudet. Kijk, de SP zegt al heel lang, de boodschappen zijn te duur. En je zou de BTW nu tijdelijk eraf moeten halen, zodat mensen weer hun boodschappen kunnen betalen. Maar wat doet Forum voor Democratie nou? We gaan alleen de BTW op vlees naar nul brengen. En dat betekent dus dat het overgrote deel van die boodschappenkar, ja, nog steeds knijterduur is, omdat er heel veel BTW betaald wordt in de supermarkt. Dus waarom doet Forum voor Democratie zo'n slap voorstel door alleen de BTW op vlees te verlagen? En waarom stelt de heer Baudet niet gewoon voor om de BTW op alle boodschappen tijdelijk op nul te zetten? Nou, kijk, hoeveel vlees onderdeel uitmaakt van je totale boodschap hangt natuurlijk van het dieet af. Hè? Je kunt prima leven op steak. Je kan gewoon 's ochtends biefstuk eten, 's middags biefstuk, 's avonds biefstuk. Dan gebeurt er helemaal niks met je. Dan ben je gewoon, word je onwijs gezond, word je sterk. Dus als je een dieet op basis van voornamelijk dierlijke producten, een keto-dieet hebt, dan dat kan perfect met onze motie. Dat niet tegenstaande. Kijk, er is al een motie ingediend om de BTW op groenten en fruit te verlagen of boodschappen. Dus daar ben ik ook best voor. Maar ik vind dat dit een heel belangrijk punt is, omdat het namelijk specifiek gaat over dat wij allemaal vegetariër moeten worden. Vlees moeten gaan verlaten. Ook insecten moeten gaan eten. Dat soort dingen. Ik vind dat een wezenlijk onderdeel van de politiek die nu gevoerd wordt in de Europese Unie. En dat wil ik aan de kaak stellen. Ik ben daar tegen. Wij zijn de partij van de vleeseters, van de viseters. Wij zijn een partij van het traditionele oerdieet van de mens. Daar staan wij voor. Dat vinden we goed. En dat wil ik hier naar voren brengen. Dat is mijn werk. Ik sta hier om ideeën te vertegenwoordigen. En dit is een fundamenteel idee. Het is heel erg wezenlijk. De feminisering van de Europese mens, de vegetarisering van de Europese mens, dat is nu gaande. Wij zijn er tegen. Afsluitend op dit punt, meneer Heijink. Voorzitter, deze reactie van de heer Baudet laat natuurlijk zien dat hij geen idee heeft waar miljoenen gewone Nederlanders elke dag mee te maken hebben. Tuurlijk. De gedachte dat je bij het ontbijt, de lunch, een biefstuk zou kunnen eten. Dat kan alleen in de kringen van de heer Baudet natuurlijk, waar het geld tegen de plinten klotst. Heel veel mensen hebben die keuze helemaal niet. Want ook zonder de BTW is vlees voor heel veel mensen op dit moment helemaal niet te betalen. Ja, maar dus dit is niet. Sorry. Ja, voorzitter, ik ben volgens mij nog aan het woord. Laten we het daar eens eventjes over hebben. Ik moet een beetje aan, was het niet Marie Antoinette denken, die zegt, als de mensen geen geld hebben voor brood, waarom eten ze nou geen taart? Dat is het denken van de heer Baudet. Denken dat als de boodschappen te duur zijn, dan gaan we het vlees goedkoper maken. Kunnen mensen elke dag biefstuk eten? Het is een krankzinnige gedachte, voorzitter. Als je vindt dat de boodschappen te duur zijn, verlaag dan de BTW naar nul voor alle boodschappen. En niet zo'n elitair voorstel wat de heer Baudet op dit moment doet. Dank u wel. En dan afsluitend, meneer Baudet. De crux van deze opmerking is natuurlijk de term op dit moment. Dat is wat je natuurlijk ziet. De heer Heijink en andere mensen, die kunnen alleen maar denken, dit moment, nu. En ik ben daarvoor, hè, prima. Verlaag de BTW op alle boodschappen. Heb ik al gezegd, namelijk als u had geluisterd naar mijn antwoord, had u dat kunnen horen. U was bezig met uw eigen retorische valstrikje op te zetten. U had iets bedacht waar u dacht, oh, dan kunnen we hem pakken. Het gaat allemaal weer op dit moment. Het probleem is hier, men denkt alleen maar dit moment, nu. Nu. Het is nu zo. Oh, wat moeten we nu doen? Ik heb een punt over iets, een lange termijn trend. Dat vlees zo belachelijk duur is, dat komt door beleid. Als je naar een normaal land als Uruguay of zo gaat, daar kost het helemaal niks. Omdat je daar heel veel grond hebt, omdat je daar geen massa-immigratie hebt gehad, omdat je daar geen anti-boerenbeleid hebt gehad, omdat je daar geen stikstofobsessies hebt gehad. Komt en daar kunnen punt, mensen heel makkelijk een groot stuk vlees eten. Dus ik heb een visie op een ander soort Nederland, wat
inderdaad niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden. Maar wat wel heel belangrijk is om hier in de Kamer naar voren te brengen. Wat mij betreft voeren we beleid waardoor vlees veel en veel betaalbaarder wordt voor mensen. En dat kan ook gewoon. Er is genoeg ruimte, zeker als we stoppen met de absurde klimaatplannen waarmee nu overal windturbines en zonnepanelen moeten komen te staan. De absurde immigratieplannen. Dan kunnen alle Nederlanders een huis krijgen. Kunnen alle Nederlanders gewoon vlees eten. En dan is er niets aan de hand. Dat kan ook. Die weg staat open. We kunnen een andere koers varen als Nederland. En dat zou een fantastische koers zijn. Dat is de koers van Forum voor Democratie. Dank u wel. Vind je het leuk wat we doen? Subscribe dan op ons kanaal en mis nooit meer een video van Forum voor Democratie. Ga ook naar fvd.nl en word lid, net als meer dan 60.000 anderen. Alleen samen kunnen we de noodzakelijke verandering realiseren.